He, he. Oh ja, juster weer natuurlijk nog een Friezer stier juster. Die Friezer is inmiddels fort. Ik had net maar in de gaten houden waar het nog fort houden had of fort helle had. Maar misschien wel de omren of de oorningen. Zo kennen ja. Nou, leuk dat je me even zoeken naar een video. Hier komen er net zo'n volle video's. Dat komt omdat het, de motivatie is wat leeg en er is drukte. Vaak je dat hoorn in hoorn. Als ik drukte had, dan wordt de motivatie om te vloggen vaak ook wat leger. Want ja, druk. En dan denk je van nou, ik kan een rustmoment houden. Dan ga ik lekker rusten. Lekker rusten. Rust. Dat vind ik zo fijn, een beetje rusten. Ik ben in onderwijs naar de AVOG. Nee, iemand die daar werkt, die zal me even assisteren, of een beetje helpen bij de serie die ik maak voor, ja, voor de Fryske vlogger, dat ik wat subsidie had voor kregen had. Dat zal namelijk gaan over dialecten in het Friesk. Dus ik heb hier verschillende dialecten deel. Dus, goeie. Goedemorgen meneer. Mooi, sinds je erbij, hè? Wat bestoleerlijk regen decembermoon. Op de centje laak het me on. Ik ben in de AVOG dan, want daar is namelijk een heel mooi boek. Daar zijn alle dialecten in het Fries. Al het goed is, die daarin beschreven. En dan je er 5 uitkiezen, dan komen er ook 5 van. Wat doe je? Er komen ook 5 uitstuurings ervan. En ik moet dus 5 dialecten in het Fries mag gaan. Nou, een daarvan wordt natuurlijk het woord Fries, want dat spreek ik zelfs. He, dus, ja. Ja, ik spreek dus zelfs woord Fries. Geen klaar Fries, geen standaard Fries, geen stad Fries, geen allemaal anders. Woord Fries. Woord Fries? Woord Fries. Correct. Goed, maar ja, dan ben ik uit de keuring eigenlijk. He. Ik ken hem eens goed op een fiets. Maar ja, dan ren ik in de stad in. Dan komt misschien wat leuke meisjes in. Om bij te praten. Op oren. Gekke situaties. S'avonds Friesers die in één keer op de dik stenen. Het is altijd leuk. Om zulke soort dingen in te komen. Dus we zullen het zien. We zullen het meemaken. We gaan het meemaken, hè? Ja. Jachten. Als je bent kwart zeker een activiteit hier op het Ceylon. Ceylon? Bootlastig hè, voor een Fries. De Z en de S. Een Fries. Wat waait het hier trouwens? Wat verdikke me. Ik ben ik een beetje geïrriteerd op een of andere manier. Ik weet niet wat het is, maar. Een beetje geagiteerd, noem je dat ook wel. Goeie. Ik had het idee van de eerste de beste die nooit in mijn site van ik wil net filmen worden, dan... Ah, ik begin het te slaan natuurlijk, maar dan kijk het je niet. Ik weet het net. Ietsje on edge. Hij is soms, hè? Bliksem. Ja, bliksem. Lekker scherpbal, hè? Hoe? Dat is Kerbeek. Oh shit. Nou goeie. Waar ben je onderwijs net aan? Wat zegt u? Waar ben je onderwijs net aan? Waar wij naartoe zijn? Nou, ja. Die kant op. Oh, die kant op? Dat zeg ik niet. Heel goed. Is dit jou? Ik weet niet wat dit weer maat. Maar ik denk dat je een soort van activiteit plakt vindt, zeg maar jachten. Het is duidelijk iets met jachten. Zie je? Ik ben jacht bij belutsen. En wat voor jacht? Master Shane. Huh, moving heads, hoe noemen ze dat alweer? Zie je, prachtig net. Ongelooflijk. Ja, hier gaat iets gebeuren. Er gaat hier iets gebeuren, jongens. Er gaat hier iets gebeuren hier. Ah, goeie mevrouw. Goeiedag. Waar zijn jullie? Ik wil naar de Douwe Egberts. Douwe Egberts, dat is een bak koffie. Lekker hem, lekker bak koffie erbij. Top. Ja, zeker. Nou, geniet er maar van. Dankjewel, goed. Ja, cool. Ja, dank je. Ik zal naar de Afûk daar. De Afûk. Even shit, dat kan hier best een deel, denk ik. Ja, hier. Je werkt op diezelfde steeg. Zo. We is trouwens even om het gitaar spelen. Dacht ik nog wel, want het idee was ooit een keer hier om op straat gitaar te spelen. Dat vind ik echt nog hartstikke leuk, maar er zit toch een soort van drompel nog een beetje. En ik denk telkens van als straatmuzikant actief is wel, maak het dan ook een beetje shabby uitje. Zo van, hey, die had ik wel nodig die zin. Ik denk, ik heb jou een bericht. De gunfactor om Jelty aan wat heger werd. Dat is er gewoon uitjes, dat is een soort van dakloze. Maar dat ben ik net helemaal ruud. Dat weet ik net, dat. Nou ja, zult zijn. Dat ik een heel door. Doe ik het net? Hij werkt niet. Ik wil hem sluiten, maar die werkt het net. Die werkt het net, die door werkt het net. Ik wil hem graag sluiten. Nou, hier stikt het, maar dan zitten we op deursluit na UB. Ik probeer ook niet met mijn beste te doen, maar ik wil wel een beetje mij werken. Domme. Sorry? Oh, oké, joh. Ik viel me al gauw hongerspretsen op de algemeen. Vintage. Appel en ei. Hun? Hoi! Nou, we zijn mooi een Rutnaad. Dit is een kledingkast, maar zit hier nog gewoon 12,5 winkels naast elkaar, hoor? Ja. Ja, inderdaad. Ja. Concurrentie, of maakt het zin? Het is geen concurrentie, denk ik. Nee? Ik denk juist dat ze elkaar versterken. Oh, oké. Maar hebben jullie nog heel ander spul dan de winkel hiernaast, of niet? Ja, ik denk het wel. Het is wel een beetje andere stijl. Wat is anders? Want hier hebben ze kleding, dit is tweedehands kleding en hier is het. Ja, het is allebei wel kleding. Okay. Ja, maar ik denk dat het hier wat meer door elkaar gemixt is. Okay. En daar misschien wat meer één stijl, maar ik weet het ook niet zo goed, want ik ben eerlijk gezegd maar 1 keer snel weer doorheen gegaan. Ah, nou, misschien een beetje concurrentieonderzoek, ja. Hè? Weet je... Maar ben je al binnen geweest? Nou, bij jou of daar? Hier? Oh, hier? Nee, ik ben niet binnen geweest, nee. Nou, kledingkast. Leuk om even te kijken. Vintage en second hand. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Maar je hebt ook meer spul, zeker dan alleen maar kleding, of niet? Nou, voornamelijk kleding, maar ook schoenen en tassen, zonnebrillen, accessoires. Zie je het, ja. Alles vintage wel. Oh, ja, nou, ja, het ziet er wel leuk uit, maar misschien wel een andere keer. Want ik ben eigenlijk onderweg naar een afspraakje. Dit klinkt trouwens een beetje alsof ik een date heb, maar zo is het niet hoor. Dat is gewoon een afspraak eigenlijk. Hé, hey, dankjewel. Succes hè. Dankjewel. Hoi. Sorry, dat ben ik wat om het... Goeie. Je bent een boel ontslopen, maar wat is dit? No, I don't speak English. Oh, you don't speak English? No. What, you are sloping the boel? You are deconstructing it? Where are you from? Ukraine. Oh, Ukraine, okay. Putin scheiße. Sorry? Putin scheiße. Oh, ja, dat snap ik wel. Okay, so you're working here as a construction worker. What are you doing? YouTube? Yes, YouTube, yes. Look. The Fryske vlogger, it's called. De Fryske vlogger. Fryske vlogger? Yeah, Fryske vlogger. I can type it in if you want. A lot of work here? Huh? Work here. Yeah? Oh, okay. Alright. Fryske? Yeah, Fryske vlogger, yeah. I can type it. No. Oh, god, ik liep al mis. Oh, oh. Het is Fryske. Fries. Ja, ze weet het wel. Ja. Huh? That's the channel. Uh-huh. Thank you. Yeah, you're welcome. Bye. Bye bye. Bye bye. Even zo. Oh. Even. Ook bliksem, ik stap ik samen over de straat heen. Hè? Dat is eigenlijk heel onveilig. Het is net veilig, het is net handig. Oh, dit is de zus en zo. Zus en zo. Agoeie. Nou, en gaat het onder werk, Jere? Ja, zeker. Ja, hè? Ja, hoe gaat het, Jere? Weer met de zaken, Jere? Ja, gaat goed. Ja? Ja, gaat heel goed. Ik ben ook graag, kom, ik vind het wel lekkere broodjes, Jere. Ja? Ja. Heb je wel eens wel vaak gegeten? Jawel, ja. De Brongersburger, lekker, ja. Wat leuk, ja. Dat is ook mijn favoriete snackbar, dit. Nou, wat leuk, dankjewel. Ja, goed, hè? Daar ben ik heel blij mee om te horen. Ja, daar doen we het voor. Ja, nee, snap ik, ja. Wat lekker, hè? Je bent daar een blog aan het maken? Ja, vlog. Of een vlog, ja. Ja, ik moet wel steeds dat als de mensen nooit in Ljouwt ben, ze wonen een snackbar daar, dan mag ze ook niet heen. Ja. Maar ik wil steeds snackbar of is dat wat... Ja, dat mag je wel zeggen. Oh, ja. Oké, nee, best. Wij noemen het zelf een cafetaria. Wat? Wij noemen het zelf de cafetaria, oh, cafetaria. Maar de snackbar is ook goed. Ja, nee, dat is heel goed, ja. Ja, klopt. Ja, nou, wat leuk om te horen. Daar ben ik blij mee. Ja, ja, nee, mooi. Nee, goed zo. We doen het nu 4, 5 jaar, dus zus en ik samen. Dus, oh, jij bent ook de eigenaar dan? Nee. Ja. Want dat heet, ja, zus en zo staat, maar dat heet ook Brongers, toch? Ja, dat klopt, ja. Onze opa heet Berend Bronger. Die is begonnen? Die is ooit begonnen in 1956, ja. Okay. Toen onze vader en nou, wij samen, mijn zus en ik. Dat is echt een familiebedrijf. Ja, dus, klopt, ja. Is het nou lastig om het zeg maar, over te nemen van een andere generatie? Want je moet toch weer je eigen draai denken een beetje. Ja, nee, dat is juist hartstikke leuk. Maar, ja, zeker. We hebben altijd bedacht wat anders te willen doen, maar nu het zover is, vind ik het fantastisch. Ja, het is echt heel erg leuk. Ik samenwerk met mijn zus en we maken er nou een beetje onze eigen zaak van. Ja, want dat is niet de bedoeling om het over te nemen? Of, We hebben allebei wel wat anders gestudeerd, ja. Ja, hè? Ja. Dus, maar ja, door omstandigheden ging het zo. En, toen, nou, eerst een grapje van zullen we dat samen doen. Ja, en dat is zo gegaan. Dus ja, heel erg leuk. Ja, het valt al supergoed. Nou, leuk om te horen. Ja. Nou, ik kom binnenkort wel eens even langs. Nou, wat leuk. Ja. Graag. Ja, tot snel zou ik zeggen. Ja, succes, hè? Hoi, hetzelfde. Oh, je moet lucht denken. Ja, wat ook? Ja, nou, dat zal ook wel. Het zal ook wel. Ik kan wel meegaan. Zo dood. Zo dood, meisje. Het is een kleine kerkstraat. Uitmekrom Jelwe. Dat is ook prima. Zo prima. Prima de Bima. Hatjoe! Wow. Wordt dat ook opgenomen? Ja, dat wil ik opnemen. Ja, alles wordt opnemen. Ja, ja, het is wat. Hè? Dank hoor, joh. We nemen alles op. No more disguise. We nemen alles op. We leggen alles in. Alles komt erin. We houden er net meer op. We gaan maar terug. Dan liet ze het jarken strijden. Dan liet ze het jarken strijden. Ja. Nou, dan even verder zo. Ik ben haast bij de Afûk. Ik weet niet wat het is. Huppakee. Ze zijn nog steeds bij de Oldehove. De Oldehove. Dat is grappig natuurlijk, de Oldehove is scheef. Nee, je kan de stijger natuurlijk net scheef deel zetten. Huh? Zie je? Die zit recht. Dan kijk je hoe scheef de Oldehove eigenlijk zit. Huh? Zo scheef zit er dus. Vergeleken met waarschijnlijk recht de stijger, neem ik ook. Grappig man. Grappig, wat leuk. Zo, hoi. naar de Afûk. De Afûk. Afûk. Lekker boren. Dan nemen we in de Afûk winkel. Ik had een heel mooie spreukenkalender had ik even gekocht. Hè? De spreukenkalender 2024. Fryske spreukenkalender. Nooit in de ombering, want ja, we zijn natuurlijk al even 2024. Hè? Ja, ik neem het nou op. Ja, ik neem het op. Mensen die spatten hier rijden om net op de camera te komen. Hier, maar de Afûk winkel praat het mooi. En dan kennen we mensen een beetje ook wel. Ja, toch? Goeie. Geweldig. Afûk, hè? Hier, ja, hier gebeurt. Hier gebeurt al, jongens. Hier gebeurt al Fryske gebeuren. Nou, leuk. Ik haal wat kocht, dus ik ken hem ook wel voort. Ja, ik zullen eens zien. Misschien voor... ja, ik ben er morgen. Ik ben morgen net op het merk. Ik ben morgen moest ik uit tennis in Grange. Oké. Okay. Naar de Davis Cup. Nou, we hebben een tijd week naar het west, dus mijn dochter wel heel graag weer naar het merk. Ja, ja, dat is leuk, hè? Ja, dat is ik zo, dat snap ik wel. Nou, voor deze koekjes. Nee, moest ik naar... ja, nee. Moest ik, ja, nee. Nou, ook even... Het is een boek in 1984, dat is, oh ja, dit is natuurlijk van George Orwell natuurlijk, het boek in 1984. Is dit in Fries? Oh? Ja, wat ben ik? Ik ben natuurlijk geboren in 1984, moet het feit om, is 1984 gewoon een boek. Ik wacht zelfs even op Lord of the Rings en deel 3 in Fries. Nee hoor. Mag je wel maar meegelen. Waar dit oerzetten dan? Nee, George Orwell zelf niet meer. Is dat Schitty? Is dit echt een prijs? Is dit alleen een grapje? Sorry, is die prijs? Ja, ja. Ik vind het wel een mooi grap dit. Zou je ook niet mooi. Hij is van Regaat, die zetten alle boeken hoor. Oh, Amarins Bos de Boer, dat is mijn collega tolk. Oh. Ik ben twee Friese tolken. Verder Dijkstra, ik en Amarins. Had je toch een boek oorzetten of niet? Ik kan nooit een boek oorzetten. Ik hou wel plan van je, maar ik zit net welke, want dan, dan pak je wat oorzetten. Er is een jeugdboek, mijn lievelingsboek, wat ik ooit nog oorzetten wil. Wat is nog net in het Friese? Nee, dat is er wel. Okay. Wat zou ik zeggen? Ik zou het zeggen, maar dan ben ik het even kwijt. Nee, dat weet ik niet meer. Nee, dat zou ik zeggen. Ik zou zeggen van, dit moet heel leuk als er echt een boek oorzetten mag. Want ik denk als het heel wat herbeleefd, maar echt nog intenser misschien. Ja, nou dit boek zelf is mijn lievelingsboek. Dan haak dus ik al in peertaal. Hoe heet dat dan? Ja, dat is ik dus net. Haak dus in de peertaal en ik al lezen. En het is ook al in heel veel talen uitgebracht. Het is uit de jaren 80 komt het volgens mij. Meestal is ik maar net. Maar nog net een Fries. Dus. Ik heb nog wel een boek lezen. Ik heb daar heel het boek niet bracht. Door de tiert haar dan. Ik ga één haast kleren. Haar best op de waarde. Ja, heel lang niet al, ja. Maar het maakt echt nog een keer. Oh. Nou, dat is een beetje next best thing. Als zelf in een boek schouwen. Worst. Kerst, dan kun je het alleen vertalen. Toch? Kerst? Ja. Ik kan zelf niks betekenen in elk geval. Dat, nee, nou ja, dat is ook moeilijk nog. Ik bedoel, ik kan wel... hè? Nou, best. Tierentank. Tot de volgende keer, hè? Ja, ik doe de groep nog Susanne, ja. Oké. Hoi. Zo, zullen we even waarom naar kantoor? Want ik moet er meestal ook even van eten voor Sjen. Zo sta ik zeggen van je bij die Brongers deel, hè? Brongers, mevrouw Brongers, maar het is net al daar een snackje daar. Ik ga juist al een lekker bek gaan bij Schootstraal op Grange. De dag daarvoor 2 keer de bak gaan. Het gaat een keer op mensen. Ik ken het heel dagen om zitten te fretten en te doen. Ik zeg wel beelden van mezelf bij de caravana dat ik er een filmpje weer, maar ik doe de buik naar voren. Daar hou ik net van. Dus ik ben ook natuurlijk in beeld heel tijd. Dus je moet gewoon een beetje normaal uitzien blijven. Dat is niet wat ik door de bar. Misschien een beetje doubt zo'n lichaam nastreven. Of zoiets. Ik denk net, ja. Killer body. Een killer body. Kijk hier, killer body. Dat is zelf aan, waarom? Hè? Een tolle zandje. Prima. Is dat helemaal oké? Primo. Prima. Nee, je komt misschien wel maar nee. Oh shit. Zo'n collega. Oh, collega fotograaf. Minder spraakzaam. Zo, kat. Een kat hier. Yeah, of course. Of course. Hoor. Hier dan. Heel erg koud. Shit. Opruiming was hier. Opruiming. Dol op opruiming. Met dol op opruimingen. Of onderruimingen. Nou, daar ben ik net per se dol op, maar... Goeiedag mevrouw. Uw zilverhoedje? Wat? Uw zilverhoedje? Dat versta ik niet. Oh, gaat u verhuizen? Oh, nee, dat is van mijn kleindochter. Oh, oké. Okay. Die gaat een paar maanden op stage, dus die moet de camera afmaken. Oh, ja. Nou, succes. Dank u wel. Zullen we even zo. Dropt hij al ergens? Wat een drokte. Binkend vent. Shit. Ik ben nog steeds wel benieuwd wat er nou eigenlijk op het zeiland plakt financieel. Geen idee eigenlijk. Geen idee. Keine Ahnung. Hoi. Werkzaam. Hé, wat zei het? Ah, jongen. Kijk het werk, ja. Salut. Today, look, ja. Today? Hè? Today, goed. Ja, today, ja, today. Ik praat in Oekraïens, helaas. Spietig genoeg praat ik in Oekraïens. Het enige wat ik zei, ze kennen in het Oekraïens, dus denk ik Slavo-Oekraïne of zoiets. Slavo, ik ben een keer in Kiev, Westen zijn dat heel tijd. Slavia-Oekraïne of zoiets. Ik zal het heel verkeerd zeggen, misschien zei ze nog niet heel gekke dingen in het Oekraïens. Zo wat afvalt, denk ik. Mijn Oekraïens is zeer matig. Stapelkorting. Stapelje. Nou, we zijn machine. De winkel gaat sluiten. Bespaart dat 50%. Alles moet weg. De actiesport. Oh, gaat die voort? Of ik ja, elke dag doet de winkel wel een keer toch, maar dat zullen we net het idee wijzen achter zo'n actie, denk ik. Nee, shit. Dan mag ik wel even naar de winkel. Want ik moet de mede-kantoorgenoot nemen voor Sjen van Voer. Van Voer. Van Voer naar achter van ding. De ingeademde ja. Of de ingeademde nee, ken ik nog hè? Nee, 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 ja, nee. Zo, met zien we wat raar hoor ik zo toch, maar goed. Dat is wel vaak ook de stem van Jalkenij toch, hè? Dat is de ingeademde manier. Ik denk, vind ik de stem van Jalkenij nou, net zo geweldig, want ik had dus dat vers een keer maken, hij kent misschien wel lekker. Oh, wat druk je in één keer. En ja, dat maakt dus natuurlijk die stem van Jork dan echt jongen. Dat is heel lastig, want dan maak je zo'n ene kant inademen en de oor kan eruit ademen. Dus, en nog steeds mee plezier. Zou je toch? Ja, dat is heel lastig. Vooral live. Kijk eigenlijk net naar live. Live eigenlijk net reproduceren. Maar goed, het was zo dan ook nog live, hè? Het is toch weer oud tune en noem maar op. Op zich ken ik ook mijn sampletje wel hard, want ik een knopje drukken zo. En dat deed mijn plezier. Ja. Zo, hè. Nou, we gaan naar de winkel. Kom op. Kassa. Oh, mooi zo. Schoonmaken. Kijk. Zo. Ja, sure. Huppakee, de winkel, hè. Rup. Mooi waar is het, hè? Het is lekker Sinski waar. GNR. Cool. Oh. Heerlijk waar, jongen. Het is echt lekker waar. Hé, hey, goeie. Jongen. Die wennen eerst. Wie ben verhoezen? Die wennen boven ons oude kantoor. Tennisser, collega tennisser. Ik moet nog een keer flink verslaan op de baan, maar die zit ook wat een niveautje heen, had ik het idee. Die is, ja, bij tennissen had dan een niveautje in dan mijn getallen. Dan begint het ergens bij Njokken volgens mij, dan was het een 8. Ik ben dan zelf volgens mij een zoon. En hier is een 6. Nee, volgens mij. Dus ja. Ja, dat is dreig. Die masseniveau is stikken heer. En ik zit dus morgen zelfs ook naar het tennis, naar de Davis Cup in Grange. Die is in Grange, dus hartstikke leuk, maar echt het Nederlandse taptennis daar. Tel een Grieks spoor, bodig van de zandschulp. Dus dat is hartstikke leuk. Gewoon zin in, samen met de vrouw en met mijn zoon. Mijn uurzoon ga ik zeggen. Hier we daar ja, heel leuke dingen om binnen. Het is hartstikke dichtbij, hè? Je moet in de trein. In de trein. En West-Wijk komt natuurlijk. Dat is met me zo'n West-trainer, hè? Die zei het woord trein. Ik net. Ik zei het trein. Oh, wat zwierde dit, zei ze. Oh, verdurie. Dit is zwier nou. Ik ken net met hem heen geworden, joh. Ik ken dat. Een slapjaren zo. Ik ken de camera net met goed omheen geworden. Nou ja, best. We zullen even naar het kantoor, meisken. Tot de volgende. Oh, dit is echt zwier, jong.